Oh, here we go. Leuk kijk deze week toch? Het is vandaag zaterdag. En ik ben klaarstaat aandoen. Want vandaag gaat er een heel parcours bij ons op stal. En die gaan we springen. 90, want ik heb volgende week natuurlijk jumping. Dus dan moet ik wel een keer een parcours van 90 hebben gesprongen. Ik heb het net zelf opgezet samen met een paar anderen. 90 is best wel hoog. Dus dat is best wel spannend, maar gaat goed komen. Maar de planning voor deze week is, vandaag heb ik natuurlijk springles, hoog, heel hoog. Dan morgen hebben ze, weet ik nog niet, vrij denk ik. Morgen is zondag. Ik moet nog even kijken. Dan maandag ga ik naar de fototherapeut. Ga je denken, wat is dat? Dat is voor zooltjes. Want ik heb zooltjes nodig voor mijn voeten. En dan ga ik ook een prik halen. Baarmoederhalskanker? Nee, de metafokken. Dat. En dan de rest van de week heb ik nog één keer springles als het goed is. En dan heb ik vrijdag jumping. Oh ja, en dinsdag gaat Ivy nog even naar de aqua. Blondie weet ik niet, die gaat volgens mij niet. Dus dit zijn de voorbereidingen voor jumping. Ik heb net springles gehad met het parcours. Het ging echt wel heel erg goed. We hebben 80 gesprongen volgens mij. Nou ja, ik moet heel veel controle krijgen op de sprongen. En zorgen dat ik alles goed en netjes spring. Want we willen niet in één keer te veel. Dus ik heb aankomende maandag heb ik weer springles. En als dat niet lukt, dan zeggen we jumping af. Want we willen niet te veel doen. Want dat is voor Blondie en mij allebei niet goed. Voor onze ervaring niet goed. Want we gaan nu echt in een enorm stijgende lijn. Nou ja, en als het dan op jumping bijvoorbeeld fout gaat. Nou ja, dat moet je gewoon niet willen. Dus dat is nog maar even de vraag. Ik hoop natuurlijk dat het wel lukt. En zo niet, dan is het ook goed. Want misschien is het iets te veel van het goede. Misschien ook niet. Dat merken we maandag. Maar voor vandaag ging het hartstikke goed. Parcours niet geweigerd. Ik ging wel iets te laat losrijden. Dus dat was wel een nadeel. Anders hadden we het allebei wat beter gedaan. En hadden we wat meer rust. Nou ja, dat is iets waar ik de volgende keer dan op moet letten. En wat niet zo handig voor mij was. In het begin was het een beetje rommelig. Lukte het me niet helemaal goed om Blondie goed bij me te houden. Omdat ze een soort sterk wordt. Als ze er echt zin in heeft. En ik ook. En nou, dat was echt even omschakelen. En daarna ging het ook weer goed, beter. En kon ik weer meer rustig blijven. Kon ik de dressuur weer beter oppakken. Waardoor alles weer een stukje beter ging. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Morgen ga ik er logeren en kijken hoe dat gaat. Vooral oefenen met traf-galop overgangetjes. Want dat vind ik nog heel erg lastig erop. Want dan wordt Blondie best wel sterk en ik wat gestrester. En Blondie wordt sterker omdat ik een soort van gestrest raak. Met zulke overgangetjes oefenen kan het weer beter worden. En wordt het ook weer makkelijker. Dus daar hopen we op. En dan maandag natuurlijk springles. En met Ivy ga ik nog even kijken wat ik ga doen. Want die gaat niet te veel. Want die is natuurlijk nu zwaar op de aquatraining geweest. Nou, we hebben Tess op de manege afgezet. En wij gaan wandelen in Gooilust. Daar hebben ze allerlei bloemetjes. De rhododendrons volgens mij. Dus we gaan de kant op. Vorig jaar waren we te vroeg. Nu lijkt het erop dat we te laat zijn met onze bloemetjes. Hallo hond. Ja. Ze lijken al een beetje uitgebloeid. Dus dat valt nog niet mee.
lekker gewandeld, hondjes zijn moe. En dan gaan we Tess halen. Nou, het is vandaag maandag. Ik ben vanmorgen naar de podotherapeut geweest. Dat is voor mijn voeten. Want ik heb plat voeten en dat is fout. We gaan vandaag de laatste springles voor jumping. En kijken of we dat gaan het hebben, jumping überhaupt. Want dat voelt niet zeker. Maar het nadeel is, het regent heel hard. En het heel hard voelt heel hard. Ik kan je de buien aan laten zien, maar het staat op mijn telefoon. Ik voel met mijn telefoon. Het springparcours staat buiten. Dus I think we are going to be very wet. En ook echt very, very, very wet. Zo. Het ziet er schattig uit. Tess moet rijden. Wat zeg je? Ik kan mijn cap hierboven. Dat weet ik niet. Dat is wel het makkelijkst. Gehad. Dat ging heel erg goed. Trots op wat we hebben neergezet. We zijn rond de 80, 85 gegaan. Ze stonden volgens mij op de achterkant op 90. Maar echt een parcours van 90 was voor ons allebei een beetje too much. Want ik moet dan nog een soort het vertrouwen krijgen in dat Blondie het ook kan. Want ik heb met Verona een parcoursje van 1 meter gedaan. Nou ja, dat lukt me. Maar dan in mijn hoofd is Verona ook groot. En die hindernissen zijn groot. En Blondie is klein en de hindernissen zijn groot. Dus dat past nog niet helemaal in mijn hoofd. Dus daarom dat jumping niet doorgaat. Heel jammer. Maar it is what it is. Wij gaan nu naar huis toe. En zie ik jullie.